Een hele goede middag voor een nieuwe vlog van Aviation Valley zijn we vandaag bij NRV. NRV, wij helpen onze klanten met groeien. En dat doen we door slimme en effectieve inzet van informatievoorziening en ICT. Als je dan naar onze diensten kijkt, dan zijn het enerzijds adviesdiensten, projectmanagementdiensten om IT-strategie en IT-technologie goed te implementeren. En onder het naam Cypher brengen wij maatwerksoftware op de markt. Nou ja, goed, we zaten de week daarvoor tv te kijken naar het journaal met z'n allen hier, of met een aantal mensen toen hier zaten te eten. En dan dacht je, China, ach ja, is wel erg, maar ja. Beetje ver van mijn bedshow. Ja. Ja, totdat een week later is en dan komen we er heel dichtbij. Staken nog, het zit in je haarvaart. Dat is schrikken. Dat is gewoon schrikken, want we hebben totaal geen referentiekader. Wat gebeurt er? Wat betekent het voor je mensen? Wat betekent het voor je gezondheid, voor je naasten? En wat betekent het voor je bedrijf? Wat doe je dan in zo'n eerste week? Wat waren de eerste... Nou ja, de eerste reactie is natuurlijk iedereen naar huis, hè, want dat werd verplicht. Ja. En dus voor ons, daar heb ik me niet echt zorgen om gemaakt, want ja, als IT-bedrijf thuiswerken doen we al 30 jaar. Precies, ja. Dus over de tooling en over de skills... Was voor jullie appeltje-eitje. Maar wat doen mijn klanten? Wij werken, 80% van onze activiteiten doen wij bij onze klanten. En dat was dan ook niet duidelijk, houdt iedereen zich er ook aan? En dat betekent dat je ook je veiligheid van je mensen daar rekening mee moet houden. Ja. Door heel veel contact te hebben met de medewerkers, met de collega's, maar ook met de klanten. Blijven afstemmen, signalen blijven oppakken, bijsturen waar het moet, bemiddelen waar het moet, adviseren waar het moet, om die situatie zo goed mogelijk in te brengen. Zonder meer. Niet alleen door, en dat is belangrijk, in contact te blijven en dat vertrouwen te geven, krijg je vertrouwen terug. We hebben bloemetjes gestuurd, we hebben lunchpakketjes gestuurd, we hebben zadendoosjes gestuurd, zodat de plantjes kunt zien groeien, aandacht geven. En dat zijn leuke dingen, ondersteunende dingen. En de boodschap eronder is vertrouwen geven, jongens, met z'n allen schouders eronder, zit allemaal hetzelfde schuitje. En of dat nou klant of innovate is, we moeten het samen doen. Geen idee. Enerzijds zien we dat we onze weg gevonden hebben samen met onze klanten in hoe we nu werken. Ja. Dat we ook die toegevoegde waarde blijven leveren. Er zijn ook projecten ontstaan die wij nu doen omdat de klant beter moet digitaliseren. Omdat hij anders niet in deze situatie kan werken. Dus de situatie heeft ook kansen voor jullie bedrijf. Heeft ook kansen. Er zijn projecten weggevallen, er zijn ook projecten bijgekomen. Ja. Die glazen bol, die is al altijd troebel, die is nu nog troebeler. Krijgen we een tweede golf, krijgen we een tweede lockdown, daar moet ik niet aan denken. Kijk naar beveiliging, cybersecurity is een van onze speerpunten om de klant daarmee te helpen om compliant en volwassen daarin te zijn. Dan geven we meer aandacht. Zeker nu dat men meer thuiswerkt, dus die verbindingen moeten veilig zijn. Ja, brengt nog meer risico's met zich mee, moet je nog beter beveiligen. Hackers spelen daar ook op in, die weten dat die kwetsbaarheden er zijn. Ja. Nou, daar zijn wij nu ook diensten op te verder doorontwikkelen, om onze klanten daar nog beter op te kunnen ondersteunen. Dus jij de softwareontwikkeling, maken maatwerk software. Ja, soms heb je niet de juiste software om bijvoorbeeld op afstand te werken. Nou, met een bepaalde app kan dat weer wel, die app willen wij maken. Ja. Dus in die zin proberen we er ook op in te spelen. En is dat eigenlijk business as usual in een andere tijd? In een andere tijd. Je moet altijd wendbaar blijven. Je moet altijd jezelf aanpassen aan de situatie. Ik denk dat dat tot nu goed gelukt is. Nogmaals, wat de toekomst brengt, we zien wel.